De traditionele heg komt op sommige plekken weer terug. Verschillende natuurorganisaties vragen aandacht voor het belang van heggen in het landschap, omdat dieren er zich vestigen en planten er rondom groeien. De heg als erf- of veldafscheiding wordt dus herontdekt, ook in Nederasselt. Dit is een meidoornstruik. Toen ik het herkende aan de grote stekels. Zeg eens eerlijk, in die stromende regen, leuke klus? Ja, leuker was als de zon had geschenen, dat moet ik eerlijk toegeven. Ja. Te veel regen is natuurlijk minder voor de vrijwilligers. Maar handig voor de heggen, want water is natuurlijk goed voor de planten. Dus gaat de dag van de heg van start. Welkom, we gaan vandaag heg planten. En de vrijwilligers kunnen even schuilen in een tent met een kop koffie. Het is vreselijk slecht weer vandaag. Er is zelfs sneeuw voorspeld. Als het gaat sneeuwen kun je niet planten. Planten kapot, want er valt de sneeuw in het gat en dat begraaf je en het blijft koud. Dus dat moeten we sowieso ophouden. In die nat geregende grond gaat een mix van inheemse planten. Wegedorren, haagbeuken. Middelprijs ben je voor aanschaf van planten 5 euro per meter kwijt, ongeveer. Voordeel van een heg is dat je daar verschillende beestjes, insecten, vogels, paddenstoelen, die kunnen zich allemaal in een heg vestigen. Een heg kan heel erg oud worden. Er staat hier in de omgeving een heg van 350 jaar oud. Het bezwaar denk ik dat heel veel aangehaald wordt is dat het natuurlijk onderhoudsintensief is. Ja, prikkeldraad moet je uiteindelijk een keer weer vervangen. Je palen moet je vervangen. Op de hele lange termijn is een heg altijd goedkoper als prikkeldraadraster. De nieuwe stadsbrug De Oversteek is inmiddels niet meer weg te denken uit het straatbeeld van Nijmegen. Vorige week werd nog de 10e verjaardag van de brug gevierd, maar ook de andere twee bruggen behoren al een hele tijd tot het beeld van Nijmegen. Maar hoe bereikten we de overkant toen er nog geen bruggen waren? Hoe gingen inwoners de Waal over? Een antwoord op die vragen krijg je nu in Museum De Bastij, waar ze dit met een interactieve expositie uitleggen. Diverse mensen waren aanwezig bij de opening. De Noël Vergunst komt voor een fotomoment. We hebben René Duifhuizen, dat is de projectleider vanuit de gemeente geweest, die de laatste brug over de Waal hier heeft gemaakt, de Oversteek. Onze directeur heeft natuurlijk een korte speech. En we hebben iemand van de Wintertuin die een korte performance gaat doen. De opening van de tentoonstelling sluit mooi aan op het jubileum van Stadsbrug De Oversteek. De dag ervoor bestond deze precies 10 jaar. Dat vonden wij een interessante aanleiding. Dus we hebben heel veel onderzoek gedaan van ja, maar hoe zat het dan? Hoe zijn die Nijmegenaren eigenlijk? Hoe zijn ze vroeger overgestoken? En wat we ook laten zien, want oversteken is één ding, maar we laten ook zien hoe de Waal in de prehistorie was of in de Romeinse tijd. En dan zul je leren en zien ook, want we hebben fantastische animaties gemaakt, dat de Waal een ontzettende dynamische rivier is geweest die zich in de loop der tijd echt door het landschap heeft gekronkeld. En dat dus ook de mensen die moesten oversteken soms ook echt wel tot nogal technisch niet zo hoogstandjes dwong. En dat doen we al vanaf de Romeinse tijd eigenlijk. Hebben we al bruggen en oversteken.
Bijzonder aan een tentoonstelling is dat bezoekers niet alleen iets zien, maar ook te doen hebben. Ze kunnen van alles uitproberen dat met het thema te maken heeft. Kijk, de Waal is natuurlijk een fantastisch grote rivier nu. Dat is hier niet altijd geweest. Maar in deze tentoonstelling leggen we niet alleen maar uit, maar laten we mensen ook ervaren hoe het is om die rivier in de tijd over te steken. Dus zeg maar vanaf de prehistorie tot het heden. Nou, we hebben eigenlijk, de tentoonstelling bestaat uit twee delen. Je volgt letterlijk de Waal van een kleine rivier naar de rivier die er nu is. En je kunt hem vier keer oversteken. Dat kan door middel van een boomstamkano. Maar bijvoorbeeld ook een hele mooie Nijmeegse uitvinding, de gierpont. Die we hier hadden, die is voor het eerst hier toegepast. En daar hebben we interactieve exhibits over gemaakt. En dat kun je dan zelf doen. Met deze tentoonstelling hoopt Bas ook iets aan bezoekers mee te geven. Natuurlijk informatie overdragen. En vooral leren van dat mensen eigenlijk super intelligent zijn. Maar ook in het verleden al hele ingenieuze oplossingen hadden om een waal over te steken. En voor de jonge bezoekers willen we een beetje uitdagen aan het eind van de tentoonstelling om zelf ook bruggenbouwer te worden. Er zijn natuurlijk heel veel banentekorten in de technische industrie. Dus misschien dat jongeren ook geïnspireerd worden om in de toekomst ook letterlijk een bruggenbouwer te worden. Met het project Kinderen voor een dag supermarktdirecteur hebben basisschoolkinderen hun eigen ideeën bedacht voor kidsmarketing bij gezonde producten. Samen met supermarktdirecteur gingen ze aan de slag en vandaag zien ze hun eigen ideeën voor het eerst terug in de supermarkt. We hebben vandaag een dag dat de kinderen de supermarkt overnemen. Supermarktmanager voor één dag, zoals ze dat op hun school noemen. En ze hebben allerlei leuke dingen bedacht met betrekking tot gezondheid. Een fruitsmoothie, leuke weetjes bij de AGF-producten en een heel gezond ijsje. En dat gaan ze nu in de praktijk zien, hoe ze dat kunnen verkopen aan andere klanten. Het is een project dat we vanuit Groen Gezond en in Beweging hebben mogen uitvoeren. Om ervoor te zorgen dat de marketing die je vaak ziet op producten voor kinderen, is vaak op ongezonde producten. Maar we vinden het eigenlijk wel heel mooi om dat ook in te zetten voor gezonde producten, want het werkt vaak wel. De kinderen hebben zelf nagedacht over hoe ze de gezonde producten aantrekkelijker kunnen maken. Ik heb een smoothieapparaat bedacht
dan kunnen mensen of kinderen kunnen dan zelf groente en fruit in een smoothieapparaat doen. En dan mogen ze ook zelf de smoothie meenemen. Ik vond het wel heel leuk om te bedenken. En ik vind het ook wel heel leuk dat het nu ook echt in de winkel is gekomen. Nou, we hebben met name heel goed geluisterd naar wat de kinderen denken wat gezond is. En daar ook echt soms hele rare antwoorden krijg je daarop. En daar hebben we eigenlijk dat als startpunt gepakt. En eens kijken van, oké, kunnen we als supermarkt zorgen voor een gezond alternatief? Kidsmarketing wordt vaak gebruikt bij ongezonde voedingsmiddelen, zoals koekjes en snoep. Met het project willen ze dit graag veranderen. Ja, helaas is het zo dat natuurlijk het ongezondste product vaak het goedkoopste is en ook het meest bekend is bij de meeste kinderen. Maar we proberen toch op deze manier om ouders uiteindelijk, want die moeten de keuze maken voor de kinderen natuurlijk, te helpen om een gezonde keuze te maken. Ja, ik denk dat het heel belangrijk is dat kinderen gezond kunnen opgroeien. En dat het ook belangrijk is om daar gewoon al vroeg aandacht voor te hebben. Dat ze gewoon leren van groente en fruit zijn ook gewoon heel erg lekker. En er zijn heel veel verschillende soorten. Dat je gewoon niet altijd een snoepje of een koekje hoeft te eten, maar dat gewoon een lekker stuk fruit, dat ook heel lekker is. Dan gaan we naar de brandweer. Niet elke brandweerkazerne is 24 uur per dag bemand. In Nederland werken de meeste kazernes met vrijwilligers, zo ook bij ons in de regio. Brandweer Elst oefent elke maandag en is op zoek naar nieuwe, enthousiaste collega's. Maandagavond is onze vaste oefenavond. Op maandag komen alle brandweermensen die actief zijn bij elkaar. En dan draaien wij een oefenprogramma en dat draait het hele jaar door. Dus we hebben dus theorie, praktijk. Het zijn nu de donkere maanden. Dus dan doen we wat iets meer theorie en in de lichtere maanden dan doen we wat meer praktijkoefeningen. We zoeken nu vrijwilligers. Wij zitten op ongeveer 20 vrijwilligers op dit moment en dat proberen we aan te houden. En dan krijgen we wat verloop, dan gaan wat mensen weg, nog door leeftijd, door verhuizing. Dus we zoeken nieuwe mensen, nieuwe aanwas.
Wij zijn een hele brede organisatie in de zin van, we hebben van stratenmakers tot notarissen hebben we bij de vrijwillige brandweer zitten. Dus er is eigenlijk niet echt een standaard brandweerman of vrouw te vinden, zeg maar. Maar in de regel, dat is wel een gemeenschappelijke deel, mensen zijn wel avontuurlijk ingesteld, vinden het leuk om een uitdaging aan te gaan. Teamgeest is ook wel vaak wel een belangrijk ding bij ons. Dus dat komt wel terug als gemeenschappelijke delen. Bij de brandweer is het belangrijk dat je snel ter plaatse bent. Brandweerpost Elst zoekt dan ook mensen die in de omgeving wonen en werken. Je bent nu op Post Elst. Post Elst is een vrijwillige brandweer. Dat betekent dat wij overdag gewoon aan het werk zijn. Deze kazerne is onbemand. Op het moment dat onze pager gaat, dan moeten we hier aanwezig zijn. En wij gaan met 4,5 minuten ongeveer rijden. Dus dat is een beetje de tijd, zeg maar, de cirkel, zeg maar, om de kazerne die we aanhouden voor de mensen die we werven. Dat is ongeveer 4,5, 5 minuten, dan moeten ze toch wel op de kazerne kunnen zijn. Leeftijd, kijk een beetje aan, zullen we zeggen, weet wel. Ik zeg maar, rond de 40, dan wordt het kritischer, zeg maar, omdat er nog een heel opleidingstraject aan zit, zeg maar. Maar tot die leeftijd sowieso geen probleem. En achtergrond, zoals net al gezegd, heel divers. Daar kijken we niet zo snel naar. Vanaf de eerste dag dat je aangenomen bent als vrijwilliger doe je mee tijdens de oefenavonden. Daarna start je de opleiding tot manschap. 1,5 jaar, dat is de eerste basisopleiding. Vanaf dat moment, zeg maar, kun je mee op de brandweerauto. En dan doe je het blok brand, zoals we dat noemen. Dan ben je eigenlijk volledig brandweerman. Vandaar komt de vervolgopleiding voor technische hulpverlening. Dat is voor ongevallen. Daar komt nog een stuk opleiding voor inzetgevaarlijke stoffen. Dat is ook. En dat is een totaalpakket. En als dat afgerond is, dan ben je helemaal allround. De feestdagen komen er weer aan en dat is deze keer goed nieuws voor alle liefhebbers van Lego. Je kunt namelijk in Museumpark Orientalis je eigen Lego kerststal maken. De kunstwerken worden tentoongesteld in het museum, waarna de beste stal zal worden uitgekozen. We hebben van 16 december tot 7 januari weer ons Feest van Licht, met elk jaar ook weer de kerststallen tentoonstelling. En dit jaar vragen we of kinderen hun eigen Lego kerststal zouden willen maken. De mooiste kan een mooie prijs winnen. Dus we hopen dat heel veel kinderen zin hebben om iets
van Lego te bouwen voor in onze tentoonstelling. Orientalis probeert tijdens de kerst de mensen bij elkaar te brengen. Nou, Museumpark Orientalis bestaat al 100 jaar en het is eigenlijk nu een ontmoetingsplek geworden voor allerlei culturen, levensbeschouwingen. Dus ons Feest van Licht richten we ook in met die boodschap. We proberen zoveel mogelijk mooie, lichtgevende kunstobjecten te laten zien met dit gevoel. De tentoonstelling past hier ook. We hebben een eigen fantastisch grote collectie aan kerststallen van Japan tot aan Mexico. Nou, dit jaar komt Denemarken erbij als Legoland. Dus het is voor de hele gezin een heel leuk bezoek. De wedstrijd is niet alleen voor kinderen, maar voor... iedereen die handig is met Lego. Kinderen is natuurlijk onze doelgroep. Het is speelgoed. Het is ook na de Sinterklaasperiode zometeen. Dus we hopen dat de komende weken heel veel kinderen aan de gang gaan met hun stalletjes maken. We hebben vitrines klaarstaan. Dus er kunnen op 13 december voorafgaand aan ons Feest van Licht kunnen de kinderen hun creaties inleveren. Maximaal 30 bij 20 bij 20, meen ik. Dat staat op onze website, feestvanlicht.nl. En dan hopen we dat we zoveel mogelijk enthousiaste bouwers hier mogen verwelkomen. We hebben hier in ons hoofdgebouw bij Museumpark Orientalis een hele grote expositie, tentoonstelling ingericht met stallen vanuit de hele wereld. Het thema dit jaar is groots. Dus we hebben groots in waarde en groots in gewicht, groots in aantal schaapjes. En de Lego kerststallen die vallen onder groots in populariteit. Dus we hopen dat veel mensen komen kijken en genieten. En wat je ermee kan winnen? Dat is nog niet helemaal duidelijk. We gaan in ieder geval een aantal cadeaubonnen voor bij de Lego winkel hier in Nijmegen verloten of uitdelen. En we proberen ook nog de grotere, mooiere prijzen aan te kunnen bieden. Maar dat wordt nog bekendgemaakt.